dat heb ik dus nog nooit gedaan. Dit is volkomen bizar. Ik kan niet met jullie praten alsof ik... Ja, je hebt via de koptelefoon. Maar het is wel een mooi experiment. Dat komt omdat daar natuurlijk de mensen zitten die echt inhoudelijke interesse hebben. Nou prima, laat ze lekker. Wij gaan het over veel leukere dingen hebben. Ik ga een grote ondernemer introduceren. Is al gebeurd op de voice-over, hoorde ik net. Dus jullie hebben het al gehoord. Mag ik een warm applaus voor Duncan Stutterheim. Welkom. En eigenlijk is het aardige nu, Duncan, dat wij kunnen heel intiem blijven. Wij zijn de enigen die geen koptelefoon op hoeven. En ik hoor net dat ik jou het hemd van het lijf moet gaan vragen. Nou, dat zal toch wel meevallen. Dat gaan we helemaal niet doen. Eerst even over die titel. Heb je de titel gezien? Of het cijfers of buikgevoel is? Ja, zullen we gewoon kort zijn? Ik begin altijd met onderbuik, maar ik wil wel vrij rap mijn cijfers hebben. Toch wel. Je bent echt wel een financiële jongen wat dat betreft. Nee, de eerste 10 jaar had ik mijn cijfers niet op tijd. Nee. Zoals een tijdschrift hadden we, maar toen kwam ik in de 8 maanden achter dat het veel meer kostte dan we dachten. Dus radiostationnetje. Radiostation, dat komt straks nog even. dus hoe eerder ik mijn cijfers nu heb, ben ik wel blij als ondernemer. Het liefst eigenlijk een week na de maand. Ja. Oké, we gaan je hele carrière aflopen. We hebben allemaal filmpjes om in te starten. Het moet ook een beetje aardig zijn om naar te kijken natuurlijk. We kunnen natuurlijk helemaal chronologisch aflopen. Maar laten we eerst maar eens even bij de, ik zou niet zeggen bij de finish, maar het moment van nu beginnen. De interviews die ik de laatste maanden, misschien zelfs wel jaren met jou lees, geven het beeld van een man die een beetje tot rust is gekomen. Ergens las ik het citaat, ik ben wel een beetje uitgedanst. Nou ja, ik ben 3 jaar geleden toen gestopt met het nachtleven. Dat was wel een grote beslissing. En het nachtleven was voor mij iets wat ik 30 jaar gedaan had. Wat houdt het nachtleven in? Geef even een beeld wat je dan doet. Het nachtleven was voor mij, toen ik 16 was en gezakt was met school, op de donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Dus dat was 4 dagen in de week naar de IT. Op mijn 18e naar de illegale feesten en de houseparties, die toen echt begonnen. Vrijdag en zaterdag. En op mijn 20e begon het eerste feest al. En sindsdien is dat nachtleven ook ons werk geworden. Ja. Ook wel mijn hobby, maar ook ons werk. En het was vooral maandag op kantoor, maar ook wel weer op vrijdag, zaterdag uitgaan. Ja. Omdat je toch wel echt affiniteit wil hebben met wat je doet. Merk je dan, ben je te oud ervoor geworden, dat je lichaam niet meer meewerkt? Of denk je van, ik heb het al gezien? Een paar factoren. Ja. Zodra ze me neer gaan zeggen, wordt het wat minder leuk. Ja. Nou ja, uitgaan gaat ook over mensen ontmoeten en praten en flirten. En ja, als je een echt de meneer wordt, meneer, waar is het altijd leuk dat u er bent. Ja. Dat komt ook omdat je een beetje bekend bent geworden. Nee, maar ook wel ouders in het buitenland. Het was gewoon... Nou, en dan ook nog eens 30 jaar. Het was wel Champions League daarin. Dus het was voor ons niet een normaal iemand, zeg even, gaat een keertje uit. Ja. Ja, ik deed het gewoon al 30 jaar lang elke week. En niet, altijd pillen, tot drank, all the way. Ja, wel veel. Ja. Wel veel drank en af en toe de andere middelen. En dan, ik werd toen met die overname met SFX, die mislukte. Ja. En toen kwam er een derde kindje bij ons. Ik heb een dochter van 16, 14, nu 4. Maar toen ik besloot te stoppen, werd ze net geboren. En toen was het, mijn vrouw en ik deden het altijd samen. En toen dacht ze van, nou ja, Dunk, ik ga het niet meer doen. Ik ga niet na mijn zwangerschap terug dat leven in. Ja. Want zij deed wel altijd solidair mee, Liska. Ik heb haar ontmoet achter de bar. Ze werkte... Dat zijn de betere plekken, bij een feest bij ons. Toen de eerste opmerking was van, moet jij niet eens wat harder werken? Zij tegen jou of jij tegen haar? Ik tegen haar. okay. Maar dat was het gesprek en sindsdien zijn we verliefd geworden. En toen is ze als stagiaire bij ons begonnen, uiteindelijk was zij verantwoordelijk voor de creatie Mysterland en creatie Sensation. Dus we hebben het allemaal samen gedaan. Het lijkt me overigens, als je in die wereld loopt, in dat nachtleven, waar al het lekkers voorbij wandelt, in alle opzichten, nog best lastig om bij je gezin te blijven, zeg maar even. We hebben onze struggles gehad. En ook gelukkig overleefd. En daar ben ik ook heel trots en blij mee. Dat ons huwelijk het heeft de storm weerstaan. Ja. We gaan even opbouwen. Want de meeste mensen kennen je natuurlijk wel. Van wat je de grote man achter ID&T. We denken maar misschien ook even hoe dat leven echt zo gestart is. Een jongen uit Landsmeer die uiteindelijk in deze wereld landt. Je bent de zoon van een groot ondernemer. Vader, Cor, CMG. Mensen kennen dat nu. Kennen jullie CMG nog? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar in de tijd dat ik zeg maar journalist werd, was CMG echt een groot bedrijf. Waar jouw vader dan de bakermat van de automatisering. Ja, en volgens mij ook de min of meer de uitvinden van het sms-bericht. SMS hebben zij bedacht. Ja, dat is toch fantastisch. Ja.
Hoe kwam dat eigenlijk? Is dat zomaar toevallig als spin-off? Ja, het was van toeval. Het was, ik weet nog dat toen destijds de PTT en het leger. En ja. die wilden een manier bedenken. Misschien weten we, PTT was dus gewoon de PTT onderdeel was vol van de overheid. KPN. Hè? Ja, weet je. Ja. En die wilden een nieuwe manier volgens mij van communiceren. En toen kwamen ze via dat netwerk van de PTT uit op sms'en. Dus en eigenlijk heel slim gebruik maken van de open bandbreedte die nog was. Hè? Dus, en dat kostte eigenlijk niks, maar leverde heel veel op in het begin. En ik weet nog heel goed van mijn vader, die baalde dat hij nooit dat heb kunnen afkopen. Ja. Dus voor mij de rechten, ze kregen wel iets betaald, maar nooit, ze hebben nooit die rechten van sms kunnen CMG is daar nooit heel claimen. Rekening geworden. Ja. Nee. Maar goed, jij was een jongetje Landsmeer. Wanneer komt het ondernemerschap? Want je leest wel eens, ondernemer, je wordt echt geboren als ondernemer. Dat zijn die jongens die dwars in de schoolbank al met handeltjes bezig zijn. Was dat bij jou ook zo? Ik maakte overhemden. Met boordjes? In de tijd van Johnny de Wolf met zijn drukke blouse ging ik naar de markt op de Noordermarkt en dan haalde ik rollen stof en dan maakte ik overhemden. Yeah. En die verkocht ik dan. Of ik heb nepkleding verkocht. Maar toen was je tiener? Toen was ik 15, 16. Ja. En nepkleding heb ik verkocht. Wat is nepkleding? Wat is dat? Lacoste en gewoon merkjes, Kappa, maar die niet helemaal fake. Fake. Gewoon, je bent dus eigenlijk misdadiger in de dop. Nou, toen een beetje. Ja. Een handeltje. Laten we het zo stellen. En ik was wel handig daarin. En hoe kom je dan in die hele feestbusiness terecht? Nou, mijn vader was echt een grote meneer bij CMG wel geworden al. Maar toch stak het hem een beetje. Hij was wel de oprichter van Nederland en de directeur. En Dat is ook Brits. Brits bedrijf. Ja. En dat hij in loondienst was. Dus hij heeft mij vaak verteld, Duncan, niet in loondienst. Ja. En dat als je daar denk ik toch 12, 13, 14 bent, zijn er toch opmerkingen en gesprekken aan tafel die je meekrijgt. Is dat een principieel verschil, denk je? Loondienst of ondernemerschap? Zijn dat hele andere mensen? Ik vind van wel. Ik heb wel eens in de uitzending gezeten met ondernemen, of de ziel van de, hoe heet dat ook alweer? Kijk in de ziel? Kijk in de ziel, Het ging over ondernemers. Ja. Maar driekwart daarvan waren gewoon mensen die, ook de meneer van Shell was daar. Dan denk ik, ik vind het toch anders als je al een salaris krijgt van met elke maand. Geld. Met andermans geld. Of je bent zoals de oprichter van Corendon. Of dat je jouw geld is en dat je door kan gaan. Dat leidt ook vaak tot mensen met grote bedrijven met een beetje diplomaten. Mensen die belangen van aandeelhouders alles een beetje moeten, iedereen een beetje tevreden moeten houden. Terwijl je van ondernemers natuurlijk vaak hoort, the good, the bad and the ugly. Maar ook best psychopaten vaak, onmogelijke mensen. Ik heb net een grapje gemaakt over een van de oprichters van dit bedrijf, Eduard Hagens, was geen makkelijke man. Maar als hij zo makkelijk was geweest, had hij het bedrijf nooit zo groot gemaakt, denk ik. Dat hoort er een beetje bij, denk ik. Nou, de eerste 25 jaar van was gewoon niet de makkelijkste. Nee, waar was jij moeilijk in? Want je lijkt me wel een hele geschikte vent. Ik was opvliegerig. Ja. En ik kon van links naar rechts gaan. Ja. Ik kon niet zo goed managen. Ik kon snel geïrriteerd zijn. Wat nog meer. Ja, als baas om dat dan te runnen, is dat soms lastig. En dat ik vond dat de moeilijke kant van het bedrijf, toen het groeide helemaal, om het te managen. Ja, daar komen ze ook nog op. Want even, dan krijg je de start. Je vader zegt dus, jongens, zorg dat je geen loonslaaf wordt. Word ondernemer. Nou, je was al een beetje aan het rotzooien met fake shirtjes. Ik wilde hersenchirurg worden en toen ben ik naar het gymnasium gegaan. Toen op mijn 16e ben ik muziek gaan luisteren en uitgaan, ben ik blijven zitten. En in de 6e VWO ben ik gepakt met afkijken. En toen blijkt ook voor je. Toen kreeg ik een 0 voor mijn tentamen. Ja. Daardoor kon ik met een 3 slaag je niet. Dus mijn wiskunde B had ik een 3. Afkijken is niet erg, maar je moet niet gepakt worden. Nee, maar ik had een wiskunde B is best wel ingewikkeld op 6 VWO niveau. En ik had een ik had haast en toen schreef ik hem over. Maar hij had zo'n domme fout gemaakt. Ja. Dat ik hem exact had overgenomen. Dus de leraar zegt, dit kan niet dat iemand zo 1 op 1 diefstal. Ja. Ja. Dus toen moest ik de school af. Ja. Nog heel even volwassen onderwijs geprobeerd, maar dat werd niks. Nee, toch. En toen zei mijn vader, misschien moet jij maar eens gaan werken. Ja. En dat vond ik eigenlijk een heel goed idee. Ja. En toen ben ik gaan courieren. En waarom? Omdat ik autorijden leuk vond. En ik ben gaan rondje met mijn auto pakketjes gaan brengen. De voorloper toen nog ook van de, wat nu Zalando was toen de Weekamp, was toen mega groot. Ja. Toen reed ik 100 pakketjes per dag rond. 3 dagen de week. In de auto van je moeder of je eigen auto? Nee, mijn eigen auto. Kreeg ik een gulden per pakket. Dus toen verdiende ik al 1000 gulden per maand. Terwijl ik nog op school zat. Yeah. En ik vond autorijden leuk. En binnen een half jaar had ik iemand in dienst. En binnen een jaar had ik ineens 3 mensen in dienst. Dus zo begon het ondernemen. Yeah. En toen was ik 19. En toen op mijn 20e kwam het eerste feest. Dus het is eigenlijk heel
Maar hoe rol je dan het feest in? Want dat gabber, weten we nog wat gabbers zijn eigenlijk, maar dat werd toen heb jij het uitgevonden? Het is wel leuk, het is wel bijzonder. Handen zitten we hier. Oh, je hebt hier echt in deze. Ik ben niet letterlijk in deze zaal begonnen, maar hier verderop links, waar je binnenkomt. Ja. En we wilden, 300 man hadden het eerste oud en nieuw feestje. Dat vonden we zo leuk dat we groter wilden, voor 5000 man. Dat was er wel commercieel toen? Was er wel die 300 man niet, maar toen wilden we wel ietsje meer. Voor 3000, het sporthal of een loods. Dat konden we niet vinden. En eer van mijn partner toen, onze vriendengroep, die kon wel netjes praten. En praatte toen nog iets platter dan nu. En die kreeg de Jabes aan de lijn. En de Jabes zei, nou, wij hebben hier wel een hal, je wil een eindexamenfeest geven. Ja. Kom hier maar. Ja. En toen hebben we die mooie zwarte doeken die je hier ziet. Die zei de Jabes ook, nou, kijk maar hoeveel mensen je hebt. En dan schuiven we de doek naar gelang je het nodig hebt. Alleen toen begon de verkoop zo groot te gaan, dat het hele doek heeft nooit opgehangen. En toen kwamen er 13.000 mensen. En, wow. En dat was het grootste feest ooit gegeven in Nederland. Meteen al de eerste? En dat was de benchmark voor ons. Ja. Dus we waren 20, verdienden we 100.000 gulden. Jeetje, dat is fantastisch. Ja, ongelooflijk. En winstgevend dus. Verdient, want dat is nog niet eens zo makkelijk, één keer geld te verdienen. Maar het was ook omdat je eigenlijk die stroming min of meer een gezicht gaf, dat gabberhouse. Toen was er nog geen gabber. Toen was het gewoon house. Het was echt een nieuwe. Ik heb nog gedanst op de Keith Sweat en gewoon de commerciële platen en de R&B. En toen kwam voor het eerst een beetje die house muziek op in 88. En dat was wel een revolutie binnen de muziekscene, onder jongeren. Ja. En we zijn eigenlijk op die golf zijn wij gegaan. En wij waren toen. Ja, het is gewoon ook wel een beetje geluk. Wij hadden nooit over Utrecht nagedacht. Alleen. We kregen Utrecht en in één keer zagen we van het nadeel het voordeel van, Utrecht ligt een uurtje rijden van heel Nederland. Ja. Wij waren Amsterdammers en we wilden eigenlijk een feest van Amsterdammers doen. Maar toen kwamen we in Utrecht terecht en dachten we, nou, als we toch in Utrecht, laten we dan maar heel Nederland aanspreken. Ja. En zo zijn we heel Nederland gaan, toen had je nog geen internet. Zijn we gaan flyeren, plakken, posteren, noem maar op. Ja. En dat werd ons voordeel. Omdat het zo'n succes was, dacht je dus ineens, oh wacht even, nu hebben we een bedrijf. Nu moeten we verder. Nou, het was wel, we hebben het vrij snel daarna hebben we Tundroom georganiseerd. Ja. En dat was een beetje de opkomst van de gabbermuziek. Mm-hmm. En toen hadden wij nog geluk. Ik had ooit ergens gelezen dat je je naam moet deponeren. Dus ik had mijn naam gedeponeerd voor 200 nog wat gulden. En Arcade had mijn naam gepikt. Dus die hadden toen die compilaties. Arcade van de laatste Herman Heesbroek. En dat was de tijd dat mensen allemaal nog platen thuis hadden en cd's kwamen. Ja. Dus iedereen wilde wel verzamel cd's. En daar was hij heel groot in. Ja, dat was zijn. En hij vroeg van die cassettes had je in je auto. Cassettes, nog, en toen een plaat. En toen kwam de cd. Ja. Nou, nu is het gewoon streamen. Maar wij hadden de naam Tundendal. Maar toen kwamen die cd's. Zij hadden onze naam gewoon gepikt. Dus ineens zagen wij onze naam in de winkel liggen. Ja, afkijken, dat konden ze ook goed. Bijna de jurist. Toen boden ze, we moesten praten met elkaar. Toen bood hij ons een duppie eerst. Duppie? Toen een kwartje. Dat vonden we ook niet genoeg. Uiteindelijk hebben we met Herman Heinsbroek zelf ook nog, die zei, nou, voor mij is het, laten we een deal met die jongens maken. Ja. Ben ik op een gulden terechtgekomen, afdracht. Per verkocht exemplaar. Ja. Niet wetende, niemand daar ook niet, dat het eerste jaar verkochten we een miljoen cd's. Mooi. Dus dat was onze, dat was gewoon, soms moet je dus dan mazzel in je leven. Ja. Maar goed, je merkt al wel, je moest echt een manager ook worden, want je had echt een bedrijf met mensen en er kwam steeds meer uit voort. En wat is het eerste moment dat je eigenlijk begint te haperen in je groei, dat je denkt, oei, kan ik dit nog wel aan? 94, de Mysteryland. Ja. En daarna nog Thunderdome, dat we ook de dip hebben meegemaakt. Ja. Maar Mysteryland in 94, voor mij heb ik ook een filmpje ervan. Maar dat, weet je wat, anders beginnen we eerst even met een filmpje met je vader, al een paar keer genoemd hier. Is best belangrijk voor je geweest om je voor fouten te behoeden, ook om je te financieren. Ja. Want kijk, Donald Trump is nu, weten we, door zijn vader gefinancierd, maar jij ook. Ja, ik zeker. Twee keer. Dus bij het eerste feest heeft hij ons geholpen. Ja. En in de radio omdat gaat je, omdat je een soort achtervang nodig had. Nou, het feest werd groter en groter. En de leveranciers dachten niet, laat ik eens op krediet leveren. Die zeiden wel, ja, leuk jullie idee, maar jullie zijn 20 jaar vooruit betalen graag. En daar was Cor wel even handig bij. Misschien moeten we even gaan kijken naar het filmpje met Cor Stutterheim. Nou, dat was hem. Ja, dat was. We zijn nu eigenlijk met het slot begonnen. Ik denk dat er technisch iets verkeerd ging. We hebben het laatste filmpje ingestart in plaats van. Nou, dankjewel voor dit interview. Nou, dat was ook een. Hoi, daar houden we dan bij. dit was dus eigenlijk de finale. Want ik vroeg even toen jullie naar de muziek luisterden. Hoe vaak heb jij zo'n arena vol gehad? De arena hebben we. Een arena, een stadion. Al 113 keer. 113 keer? Ja.
Ongelooflijk. En gaat dat vervelen? Of is dat toch iedere keer weer zo overweldigend? Het moment zelf verveelt nooit. Maar de voorbereiding ernaartoe en ernaartoe en de vliegen, ja. En dat wordt vermoeiend. Ja. De vijfde keer naar Polen, de eerste keer vindt iedereen het geweldig. Ja. De tweede keer vinden mensen het leuk. En de derde keer krijg je al moeite om mensen naartoe te krijgen. Ja, ja, ja. Omdat het dan, ja, dan wordt het gewoon werk. Wat was het lastigste land om het voor elkaar te krijgen? Want 22 landen, geloof ik. Ja. We hebben wel eens gehad dat het in Rusland. Ja. Nou, het zal niet Rusland zijn, ja. Maar dan moesten we de spullen omkopen. Anders bleven de containers stilstaan. Ja. Want wij die hele show toedachten, wij gingen keurig met het vliegtuig. Ja. Maar onze show reisde natuurlijk op al die trucs. Tuurlijk. En daar moest her en der wel onderhandeld worden. Dus even wat even geld wat onder tafel, ja, even zo. Letterlijk, ja? En ja, dat is ook echt zo. Ja. En, maar dat zal niet het enige land zijn waar je dat moet doen. Chili was ook niet makkelijk, omdat het zo ver is. En ja. Omdat het, dat is toch wel spannend als het op de boot gaat en dan 3 weken ernaartoe en dan moet door de douane. Ja, dus dat is wel, dat blijft, je neemt wel een beetje marsje. Ja. Maar ja, soms gaat het wel eens mis. Maar echt, je zegt, Moskou was niet zo makkelijk, maar ja, omkopen, dat komt in de hele wereld natuurlijk voor, maar dat je spullen vrij moet kopen. Voor ons was het nieuw. Maar echt, met ruige werk, dat je, laat ik zeggen, een beetje met je lichaam moet werken om het voor elkaar te krijgen. In Brazilië hebben we wel eens gehad dat een truc dwars door de... Ja. Ja. Oh, dat is leuk. We horen nu dat we echt het filmpje van je vader hebben, maar eerst even Brazilië. Ja? Brazilië ging de vrachtwagen midden in de zaal, zakte ergens dwars doorheen, waardoor een hele leiding sprong. Op de dag zelf, nou, wow. Dat is wel stress. Ja. Er ligt er allemaal olie ineens in. En ja, ja. Als het niet opgelost was, ging het niet door. We hebben wel die watershow. Toevallig zag je even een stukje water. Het was dusdanig veel water dat alle stroom eruit vloog. Dan hadden we ineens geen muziek meer. Nou, dat vinden mensen 5 minuten leuk, ja. 10 minuten leuk. Maar na een kwartier gaan mensen toch echt een beetje ongeduldig. Gaat er nog wat gebeuren? Ja, ja. Precies. En laten we even gaan kijken naar je vader. Ja. De oude Cor. Nee, ik hoor van mensen die bij CMG onder hem gewerkt hebben, dat mensen wel heel graag voor hem werken. Dat soort guitigheid nog in hem, van ja, wel. Hij komt wel heel rechtvaardig, is hij. Een heel, ja? Hij heeft wel een uitdrukking, als jij een mes van voren of een mes van achteren doet, dan kom ik met een bijl van voren. Ja? Maar wel recht van voren, dus hij is wel heel recht door zee. Ja. Maar ook heel zeker genereus en hij deelt graag. En, ik ben ook blij dat hij leeft en dat ik zoveel aan hem gehad heb inderdaad. Ja, precies. Hey, het bedrijf bouwt zich op. Loop van de jaren 90 en dan komt er de eerste hobbel. Je begint met Mysteryland. Ja. Waarom is dat heel anders dan zo'n Thunderdome om te doen? Is dat een totaal andere organisatie als bedrijf? Ja, nou, die festivals is natuurlijk überhaupt, als je nu kijkt, dan zullen we straks wel zien wat het nu is geworden allemaal. Dat is echt mega geworden. En toen was dat voor ons onze eerste echt naar buiten toe. En je voelde wel dat naar buiten gaan naar festivals. Want eerst waren die feesten altijd binnen. Dat altijd. 2 jaar waren we bezig. Dus die feesten waren 2 jaar bezig. En toen kwamen de mensen naar ons toe. Sander Groet toen. Ja. Ik heb een vergunning voor de Maasvlakte. Zullen we Mysteryland gaan organiseren? Gezelligheid. En dat vonden wij leuk. Ja. Dachten we. En toen zijn we daarin gesprongen. Op dat moment hadden we wel 20 man op kantoor. En die cd's verkochten goed. En we deden onze feesten. En dat ging eigenlijk allemaal heel goed. En toen kwam het festival. Dus ja, dan moet je maar even het filmpje kijken. Kom maar op, jongens. Ja. Dus dat was onze eerste echt grote tegenslag. We verloren meer dan 800.000 gulden. Ja. Al ons geld weg. Eigenlijk waren we op papier failliet. En toen hebben we voor het eerst echt een beetje geconfronteerd. Dat bedoel ik met echt ondernemen. Dan ineens moet je ook, dan is niet het succes, maar dan moet je ineens iedereen bellen, ik heb het geld niet. En, ja. We hebben het kunnen overleven door echt goede betalingsregelingen. Mensen in Nederland zijn best wel bereid. Als je eerlijk tegen ze bent en recht open bent, dan willen mensen best wel hun factuur. Wij hebben toen voorgesteld in delen te betalen. Of kunnen we daar nu een kwart betalen of 30%. We hebben een faillissement kunnen afwenden. Ja. En vanuit die cd's, we wisten dat het eraan zou te komen binnen 1 of 2 jaar. En we hebben 2 jaar later nog rekeningen lopen betalen voor Mysteryland. Wauw, ja. Is het bedrijf daardoor ook enorm gehaperd in zijn groei, dat je daarna een beetje banger werd van grote projecten? Ja, ik heb toen 94. We hebben in 95 geen feesten meer gegeven. Nee. Terwijl we dachten, we gaan een feestbedrijf. Maar ja, toen zo'n klap. En als je jong bent, was ik 23. Ja. Je hebt net een paar ton, had je eindelijk verdiend en dan kwam dit. Maar ja, ook wel weer, je wordt, ja, nu ik terug op kijk, ben ik natuurlijk heel weerbarstig door geworden en ook ervaren. Ja. En heeft het me toen sterker gemaakt. Maar ja, geen feesten meer, dat was het motto. Laten we weer wat spek op de botten verdienen. En dat hebben we ook gedaan toen.
En toen hebben we pas weer in 96 zijn we weer feesten gegeven. In deze hal. In deze hal? In deze hal zijn we 96 weer begonnen. Hoeveel past erin? We hebben nog wat gordijntjes opgehangen hier. Ja. Heel klein. Als je alles weghaalt, dan past er hier in deze zaal 25.000. Wow. Maar we hebben hier wel feesten gegeven voor 45.000. Ja. Dan hadden we het hele complex. Maar dan wordt het eenrichtingsverkeer, dan wordt het er niet gezelliger op. Maar dat zijn... Het ging zo en zo. En toen hebben we ook nog een tijd meegemaakt dat de gabberperiode, wij dachten, ja, dat groeit maar door. Maar ja, toen hadden we niet ervaring genoeg dat trends komen, maar trends gaan te voet het vertrouwen en gaat het paard. Yeah. Nou, deze ging met het vliegtuig. de gabberperiode werd ineens, gabberpiet kwam en al die geintjes. Dus ja, je was gewoon eigenlijk een sukkel geworden. Het was klaar. En binnen 3 maanden. Ja. Dus we verkochten bijna een miljoen cd's per jaar. Naar nog geen 100.000. Ja. We verkochten voor 20.000 euro merchandise per jaar naar niks meer. Ja. En ik had 25 mensen in de loods werken. Ja, en dan ineens moet je die mensen ontslaan. Dat zijn wel de... Welk jaar is dit dan weer? Dan zitten we in 97, 98. Ja. Dus 3 jaar na het drama Misschien hadden we dat. Echt weer met een ander dipje. Ja. Trend is over. Trends over. Dan turn je het bedrijf om. Anders dat komt 98 en toen zijn wij naar andere muziek gegaan. Ja. En toen zijn we naar... We hebben wel altijd ons hart kunnen voelen, dat is dat buikgevoel. Ja. Ik was toen 26, 27, dus ik luisterde zelf ook niet de hele dag naar hardcore, maar naar trends en naar club en andere muziek, wel house muziek. En toen zijn we dat soort feesten gaan organiseren. Trends Energy hebben we hier gedaan. We zijn in de Rai Inner City begonnen. En 2 jaar later de eerste Sensation, in 2000. En Sensation is natuurlijk wel jouw claim to fame. Of kan ik dat niet zo zeggen? Ja, vind ik het mooi. Ja, lijkt mij wel. Nou, het is iemand die dat tegen me zegt... Ik vind ik ben daar zelf, ik heb 2 tattoos op mijn arm. Ja. Van mijn werk dan. Eén is van Tunderam. Omdat ik daar trots op ben wel. Het grappige is dat nu Tunderam helemaal weer cult is. Ja. Dus we leven nu 25 jaar later. En nu komen weer jongens van 20. Ja, ja. Die vinden Tunderam weer helemaal de shit. De zonen van. Ja. Ja. Maar Sensation zeker. Ja, Sensation hebben we toen... Mijn vader heeft een mooie tekst. Zien wat iedereen ziet en doen wat niemand doet. Mm. Dat voelde voor ons zeker zo om een arena te pakken. Had nog nooit iemand een feest gegeven in een voetbalstadion. Ja. En wij wilden een combinatie tussen een feest, tussen een concert en tussen Cirque du Soleil. Ja. Doe je in een blender, dan krijg je Sensation. Dat was een beetje onze visie en die kwam uit. Ja. Daar zit ook natuurlijk ook in de hele aankleding. We kennen allemaal Sensation White en Black. White begrijp ik, daar zit best een treurige aanleiding aan waarom het allemaal wit werd. Dat was eigenlijk voor je broer die overleden is. Die zich doodgereden heeft. Dus als je dat ziet, neem je dat nog altijd mee, dat verhaal? Zit dat er nog altijd mee? Ja, het is zo. Dus ik kreeg veel te horen, 10 jaar lang natuurlijk bij interviews, als ik voor het eerst in een land was. Ja. God, dat wit heb je leuk bedacht. Ja. En toen zei ik, ik had het liever niet bedacht. En dat is dan niet een marketingverhaal. Maar het is voor ons, het was echt een persoonlijk verhaal geworden om hem te eren. Mm. Omdat we zijn begrafenis in het wit deden. Ja, en toen begon dat er zelf een leven te leiden. Ja, toen hadden we iets van, dat het is ga zo, veranderen. Maar dan ga ik het ook niet veranderen. Ja. En dat is toen ook... Ik denk wel dat een extra laag, een diepere laag gaf, ook bij ons. En we zetten net een stapje harder voor de Sensation. Mm. En het was ook echt een celebrate life. Die kreet hadden wij bedacht. Vier het leven. En dat was wel de onderliggende laag in Sensation. Ga af en toe op zijn tijd vier het leven met elkaar. Ga even los. Dan komt er een moment, dat gaat maar een hele grote stap, dan ga je verkopen. Dan komen de Amerikanen langs, FSX. Groot bedrijf, zwaar geleverd, om even een moeilijk woord te gebruiken, met veel geleend geld. Waarom doe je dat? Het is 2014, geloof ik, hè? Ja. 2014, wij waren op dat moment aan het groeien. Dusdanig aan het groeien dat wij onze eigen groei niet meer konden bekostigen. Misschien als je zo meteen nog een filmpje van Mistend laat zien. Dan kun je een beetje, misschien laten we die We hebben Mission in 2017, toen het dan zie je een beetje nu waar onze industrie toen heen is gegroeid. Ja. Dan kan ik beter eigenlijk niet groter kan worden dan wat kan ik nu. Even uitleggen. Laten we eens even kijken, Mystery Land. Dus hoe het nu is. Het is zo groot geworden dat je zegt, het bedrijf is rijp. Dit is het moment om het weg te doen, ik ga wat anders doen. Ja, dus aan Sensation zie je ook wel, dat is niet meer een lampje in een doekje. Daar komen we weg. Even om indruk te geven wat festivals nu inhouden. Kostte ongeveer 15 miljoen om op te zetten. Eén festival. Wow. En wij wilden met Sensation zaten we toen al echt over heel de wereld. En wij wilden dan verder groeien. En ons eigen vermogen was ongeveer 4 miljoen. Dus eigenlijk konden wij in Nederland, hadden we wel echt in de grip. Maar eigenlijk
om een festival in het buitenland te organiseren, was eigenlijk al een te groot risico. Want wij konden het niet zelf betalen. En toen kwamen de eerste gesprekken van hoe kunnen we verder groeien? Nou, venture capital of een deel verkopen. Ja. En ik heb ooit in mijn sabbatical jaar in Australië heb ik gezeten. En toen heb ik een briefje geschreven naar mijn partner. Ik zeg, als ik een toverstok had of een zak geld, dan vind ik dat verhaal van meneer Silleman die ooit Live Nation heeft opgekocht. Live Nation was een bedrijf. Het heeft Mojo gekocht. Dat is eigenlijk een roll-up model. Dus je koopt kleinere bedrijven bij elkaar door de wereld, maak je één bedrijf van. En daar is toen Live Nation uitgekomen. Mm. Wat een heel sterk, mooi entertainmentbedrijf is. En ik zag toen ineens, toen ik in Australië woonde, dat onze industrie was daar. Maar, en toen kwamen we in Chili. Dus we kwamen in heel de wereld. Toen dachten we, hey, deze muziek is wereldwijd. Waarom is er geen wereldwijd bedrijf? Ja. Maar ja, ik heb het geld niet. Oh. En toen belde hij. Toen belde Silleman zelf. Duncan, ik ben met een nieuwe roll-up bezig. Alle Live Nation. Dus ik pakte mijn briefje erbij. Die mailde ik. En ik zeg, bedoel je dit? Ja. Hij zegt, ongelooflijk, ja. En toen woonde ik in New York. En bleek ik ook nog twee straten net achter. Woonde je nog in Australië. Maar goed, nu woon je in New York. Daarna? Ja, oké. Okay. Ik heb in twee plekken in de wereld gewoond. Okay. En ik woonde twee straten achter hem in New York. En toen zijn we samen gaan zitten. En toen vertelde hij mijn verhaal. En toen dacht ik, ja, dit vind ik te gek. Mm-hmm. Ik geloof daar wel in. En toen hebben wij ons bedrijf verkocht en ingebracht. Ja. Een groot deel contant gelukkig genomen. Ik wilde de helft doen. Toen zei mijn vader nog, doe nou niet. Doe nou wat meer cash. Heb ik 75% hebben we toen in contant genomen. 25% in nieuwe aandelen, in een nieuw bedrijf. En toen zijn we dat gaan bouwen. En toen ging het naar de beurs voor 400 miljoen. Toen is je geld gaan lenen om te leveragen inderdaad. Mm-hmm. En daar is het iets misgegaan. Het koers ging nog wel. We zijn nog zelfs een miljard waard geweest op de beurs. Ja. Maar toen te veel overheid, te veel geleend. Maar toen was jij ineens een loonslaaf. Je was ineens in dienst. Ja en nee. Ik was de baas van Europa. Wel een loonslaaf met een banksaldo. Dat is wel leuk. Ja, iets. het was zeker in loonslaaf. Ik had wel twee banen, dat kon ik wel vertellen. Ik had in ieder geval IDT onder mijn hoede. Ja. Alle overnames die we deden in Nederland had ik onder mijn hoede. Ja. Europa had ik onder mijn hoede. En dan moest ik meedenken om SFX wereldwijd uit te bouwen. Hoop dus vergaderen, kortom. Zeker. Echt Amerikanen houden echt veel van vergaderen. En veel juristen erbij. En dan inbellen en een uur. Dat was even. Maar ik vond het op dat moment nog wel leuk, omdat ik wilde het wel een keer meemaken. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt. En naar de beurs gaan en Wall Street en New York. Dus ik dacht, nou dit. Alleen ja, ik heb ook meegemaakt. SFX van miljard naar niks is mijn credo toen geworden. Het is in twee jaar tijd toen helemaal onderuit gegaan. Ja. En toen ben ik ziek geworden. Dat was je werd echt? Ja, letterlijk fysiek. Maar dat is eigenlijk een psychische ziekte die je kreeg. Nou ja, je lichaam. De ziekte van Bell had ik. Oh. Een virus. Ja. Dus een gezichtverlamming. Ja. Dus stress. Te weinig slaap. Dat is een stress. Te veel werken. Ja. Te veel, ja, alles. Dus ik heb ook die downside wel meegemaakt. Wat het is om echt heel hard werken en dat het iets niet lukt. Ja, en ik kon het tij ook niet keren. En toen ben ik opgestapt. En ik begrijp dat jij ergens door ayahuasca bent gered. Ik hou van ayahuasca. Ja, Even wat het is, ja. Het is een plant inderdaad uit Zuid-Amerika die ik af en toe drink. En die doet je af en toe inzien hoe je ervoor staat. Want dat doe je twee keer per jaar. Ik begrijp zelfs vanavond vlieg je naar Griekenland, ga je het weer doen. Ja. Dat doe je dus twee keer per jaar om eigenlijk nieuwe inzichten op je leven te krijgen. Hoe werkt dat? Hoe ik erbij sta. Ben ik goed bezig of niet? En de eerste keer dat je deed, dat is life changing bijna geweest voor je. Ja, de eerste keer is best wel, dan moet je er even inkomen. Dan zit je niet meteen in zijn hang. Maar ja, ik heb het best vaak gedaan in mijn leven nu. En ja, bepaalde momenten hebben me wel doen inzien. Het was een hele grappige vraag eigenlijk. Ik had het toen heel moeilijk in die tijd. Nou, dat is een meneer die het begeleidt. Een sjamaan. Ja, ik had het echt zwaar. En toen zei hij, waarom stop je niet? En die vraag had ik me echt nog nooit gesteld. Nee. Ik had nog nooit de vraag gesteld aan mezelf. Ja. Waarom stop je niet met ID&T? Trap gewoon op de rem. En ik ga weer zitten en ik denk, wauw. En toen, dan valt het zo hard binnen bij. En denk je, wat een goede vraag eigenlijk. En dat was het antwoord. Redelijke basisvraag. Dat had je vrouw nooit gezegd. Zou je niet eens even stoppen? Ik had nog nooit. Ik had 24 jaar gewoon. Ramme. Leven. Ja. IDT was mijn. En ineens ga je erover nadenken. Wat zou er gebeuren als ik stop? En dat vond ik wel een goed idee eigenlijk. En toen begon het te leven. En dan is dat zaadje geplant. Want even, iedereen in de zaal. Kijk, jij hebt een heel groot bedrijf gehad. Verkocht enzovoort. Maar iedereen heeft een baan, een leven. Waarvan misschien wel de helft denkt. Ik wil eigenlijk ook wel eens diep in, maar ik durf niet. Ja, maar ik denk dat iedereen. Mijn problemen op het laatst waren niet veel groter dan in de tijd dat ik Tundra mensen moest ontslaan. Of dat het misging met Mysteryland. Of ik denk dat iedereen in zijn leven op dat moment
zijn problemen heeft, wat op dat moment jouw grote probleem is. Ja. En voor de een is een probleem, ja, iets wat je nooit hebt meegemaakt. Ik heb sommige dingen al 10 keer meegemaakt, dan is het voor mij geen probleem meer. Ja. Maar als het je eerste keer is, kan het een probleem zijn. En ik denk dat het wel goed is om af en toe jezelf te realiseren. Maar zou je iedereen adviseren om eens die stap te zetten? Ayahuasca of iets anders, om gewoon eens echt... Ik vind het wel. ...kwetsbaar te zijn. Nou, bewust zijn. Wie ben ik, waar sta ik, waar wil ik naartoe? Nou, ik denk dat bewustzijn al überhaupt heel belangrijk in het leven is. En dat kan een goede wandeling in het bos zijn. Het kan bij mij ayahuasca zijn. Het kan een goed gesprek met iemand. Ja. Ik denk dat het belangrijk is, tuurlijk. Je hebt wel een draai gemaakt, namelijk je investeringen. Je zit in Amsterdam, een paar prachtige projecten. Westergasfabriek kent u allemaal, wereldrijd doorcenter uit. Maar goed, dat is heel complex, van ik geloof wel 25 panden of zo. Maar gasfabriek, oud industrieel terrein. Amsterdam Toren, kennen we allemaal, mee ingestapt. Je bent met een wolkenkrabber bezig, geloof ik. De ding was steeds groter. Maar 30 meter, ja? Nee, de bedoeling was 16 en toen 30. En we zitten nu al iets hoger, maar in Amsterdam-West inderdaad. Een nieuwe... Maar hoe gaat die heten? Zijn we nog mee bezig. Oh, hij moet nog een naam krijgen, oké. Okay. En Nachtlab? Heb je ook Nachtlab nog? Hebben we nog een pand in West. Ik heb van mijn geld, toen we binnenkregen, ben ik in vastgoed gegaan. Maar ik wilde niet zomaar in vastgoed. Ik wilde in vastgoed met een reden en een bedoeling. Ja, want het is heel weinig creatief vastgoed. Meestal die hele rijke mensen stoppen dan in allemaal pannen, in stenen. Ik stop het in stenen waar wel wat leuks gebeurt. Laat ik het helemaal simpel vertellen. Ja. Dus Nachtlab, een pand waar aankomende ADJ 4 evenementen zijn in de housewereld. Ja. Waar boven 25 DJ's een studio hebben, waar 20 bedrijven uit het nachtleven, daarom Nachtlab, allemaal gelieerd aan het nachtleven. Dus het is een pand van 7000 meter met alleen maar mensen die ademen het nachtleven. Dus op die manier ik zit niet meer in het nachtleven, toch, maar ik ben een goede gastheer. Ja, ja. Dus met aankomende ADJ ben ik gastheer van meer dan bijna 30 feesten. Met de toren, via de omhaal ben je toch weer een beetje terug. Jeukt het dan ook weer om zelf iets te gaan doen? Nee. Of zeg je, ik blijf even dit nu doen? Ik kom graag langs, ik kom graag kijken. Ja. En dan vraag ik graag, hebben jullie het goed gehad? Zit je in een tussenfase in je leven? Heb je het idee? Nee, ik zit in de tweede fase. Ja. En de tweede fase betekent inderdaad wat bewuster, wat duurzamer. Ik zit in wat besturen, 3 stuks. Ja. Zijn Het Concertgebouworkest doe ik, heel wat anders. Ja, maar wel muziek. Ik zag je op een lijst hangen. Ja. Maar dat is ook de bedoeling. Met al die oude kakkers in zijn. Ja, dat is de bedoeling dat ik dan juist als gast Amsterdam Noord eens een keer... Ja, noemen ze dat digitaal. Wat vinden jullie ervan? Of RCO als merk, wat vinden we ervan? Of, nou, het is een wereldmerk, maar wel voor oude... Ja, maar RCO is nog niet zo bekend. Ja. Dus ik ben nu een voorstander om RCO... Ja. Het Concertgebouworkest kennen we wel. Ja. Maar RCO zegt mensen niet zo. KCO zeggen wij. Ja, KCO wel. Maar RCO niet. Nee. Nou, dat vind ik leuk om over te praten. Even voor de mensen. Het Koninklijke Concertgebouworkest... Uit allerlei rankings, nummer 1 of 2 van de wereld. Daarom vind ik het ook interessant. Dat is dus absolute wereldtop. Het beste van de wereld. Alleen niet iedereen komt heel veel in dat concertgebouw. Behalve hele oude serieuze mensen die in Amsterdam-Zuid wonen. En in het Gooi en zo. Dus hoe maak je dat groter? Nou, dus we hebben een essential avond waar ze stukken proberen, niet heel lang, maar 1 stuk van een uur die wat toegankelijker zijn om het jonge mensen te trekken. Maar wel klassieke muziek altijd? Zeker klassieke dat muziek. Wel. Dat hou je wel. Maar het is ook een uitdaging nu, dus hoe krijg je de nieuwe Amsterdammer of de nieuwe Nederlander natuurlijk naar het concertgebouw. Enorm. En dat zijn, vind ik, hele interessante, leuke vraagstukken. Ja. En ik vind het leuk ook om daarmee bezig te zijn. En je voelt je welkom in die kring. Je hebt niet het idee van, ik word hier als een soort excuus erbij genomen dat we ineens zo leuke hip zijn of zo. Ja, maar die tijd ben ik wel voorbij. Ja, okay. Daar ben ik gelukkig zelfverzekerd voor en ik zit goed in mijn vel. En... Volgende project. Volgende bestuur. Amsterdam 57. Ja. Amsterdam bestaat al 7 jaar, 750 jaar. Lullig voor Utrecht, sorry jongens, het is niet anders. Maar Utrecht is ouder, een stuk ouder zelfs. Amsterdam bestaat al 7 jaar, 750 jaar. Dus ik vind het belangrijk om daaraan bij te dragen hoe we de stad... Wat willen we zijn over 7 jaar? Ja, hier, meteen een applaus. Ja. En dat doe ik nog meer in de Nederlandse Sportraad. En daar zit ik in omdat ik mijn evenementenachtergrond... Dus stel dat we de Olympische Spelen in Nederland zouden halen. Ja. Hoe zouden we dat organiseren? Dat ziet er matig uit, moet ik zeggen. Dat is altijd zo'n gedoe. In Nederland kunnen we nooit spelen, want we willen geen grote evenementen. Nee. Dat is allemaal... Maar we zijn heel goed erin. Dat is jammer. We kunnen dat gewoon. Wij kunnen dat 100%. Wereldkampioenschappen volleybal organiseren. Je krijgt ook in Nederland altijd actiegroepen dat het dan niet mag en zo. In andere landen is iedereen helemaal blij als je het krijgt. Hier krijgen we allemaal actiegroepen. We vinden het zonde van het geld. Ja. En ik denk, daarom is er nu een werkgroep die probeert nu het kosten neutraal te maken. Ja. Dus dan kost het ons niks als samenleving. Ja, het is ook een beetje karig hoor. Mag het een keer wat kosten. Maar ik vind het wel een mooie insteek. Ja. Ik vind het, dus dat is de helft van mijn tijd. En de andere helft van mijn tijd fiets ik langs de 3 panden in Amsterdam. Ja. Maar even die nieuwe levensfase. Je hebt natuurlijk een gezin, 3 dochters.
mooie vrouw. Ben je nog wel eens wild? De laatste keer dat ik me herinner ik met jou, ik zat net even met Max Verstappen op het podium. Magisch moment, niet voor hem, maar wel voor mij. Maar ik heb eens een keer met jou een rally gereden. We hadden vroeger de Quote Challenge. Het was niet heel deftig, moet ik erbij zeggen. Maar toen kwam jij op een gegeven moment, geloof ik, in een paarskleurige Lamborghini voorbij. Ja. Hoe hard reed je ook weer met dat ding? 318. En toen blies je hem op? Ja, toen ging mijn motor kapot. En weet je wat hij toen deed? Toen belde hij zijn moeder. Mam, mag ik even je auto lenen? Serieus. Lieve moeder, hè? En ze deed het, hè? Ze deed het, ja. Ja. Want wij moesten op die rally op tijd, ik geloof van Griekenland gingen we met terug naar Italië. En we moesten op tijd op een boot zijn. Dus Duncan, die rijdt ergens in Servië of zo, rijd je, ja, je Lambo blaasje op. Nou ja, oké, okay, nieuwe bals, please, andere auto. Toen moesten de chauffeurs ingereden worden met die Jaguar van je moeder. Maar toen moest je de rit alleen van Griekenland naar de kust met de Adriatische kust. Die moest je toen overbruggen. Toen heb je volgens mij een taxi gehuurd. Ja. En tegen de taxichauffeur gezegd, je moet achterin zitten. Ik moet sturen, want anders krijg ik mijn punten niet voor de rally. Hè? Ja. Dat is de enige man die 300 kilometer vol gas heeft gereden met de taxis weer op de achterbank. Ja, ja. Ja, vond ik zo gauwe actie. Ik ja. kan niet zeggen straks. Zou je het weer doen? Nee, want de allereerste quote rally was, wist niemand nog wat het was. Nee. Het is daarnaast misschien een totale proleten rally geworden. Ja. En ik vond mezelf toen geen proleet, zeg ik zo in de paas van Lamborghini. maar ja, ik heb wel een beetje. Ja. Ja, verlang je nog wel eens naar dat soort wilde dingen? Zeg, dat heb ik echt gehad, ik wil dat niet meer. Ik ben nu een family man. Nee, ik rijd een Audi RS6, dus ik hou nog steeds van mooie auto's. We hadden 3 auto's, nu 1. Dus ik ben wel op dat punt, denk ik, na van ja. Nou, ook een vliegtuigje, pas op. Een propeller. Propeller. Ja, het is een propeller. Nee, maar ja, je moet toch vliegen. Nee, maar Ik probeer wel daar eens over na te denken. Ja. Laat ik het dan zo stellen. En ik vind mezelf, ik heb ook in de Prius gereden. Ja. Ja, dan dacht ik echt, wat is dit voor shit auto? Ja. Dus ik vind ook dat het belangrijk is maar in je leven. Het moet ook een beetje leuk zijn. Ja, nou ja, je moet je weg erin vinden. Ja. En, ja. Maar ben je een beetje tegen dat consumentisme nu? Ik vind het gevaarlijk nu wat er aan de hand is inderdaad met toerisme. Ja. En dat we links op de radio horen gisteren. We gaan allemaal elektrisch rijden en eigenlijk in hetzelfde nieuwsbericht. Maar toerisme stijgt 50% de komende 10 jaar. Verwachten we dat we van 18 miljoen toeristen naar 30 miljoen toeristen gaan. Ja. Ik denk, ja, wat heeft het dan voor nut met 1 vliegreis inderdaad naar Amerika? Ja. Ik heb dat eens uitgerekend met mijn auto's. Is een heel jaar autorijden bijna. Ja. 1 business class in New York. Dus vliegen is natuurlijk een van de slechtste dingen die we hebben. Ja. En daar hoor ik dan te weinig over. En ook iets waarvan je zou kunnen zeggen, daar kun je nog voorkomen. En de kledingindustrie vind ik ook. Ja. Ik zat in de Green Challenge. Nummer 2, hè? Ja. Ik zat in de Green Challenge jury. En er zaten veel plannen bij over kleding. En ik wist dat ook niet. Dat kleding. Indigo. Ja, blauwe spijkerbroeken. Ja, 5000 liter water. Ja, maar nummer 2 vervuiler van de wereld. Ja. En je hoort het niet, je leest het niet. Dus, dus wij als consumenten weten dat nu niet. Ja. Ik denk dat het wel belangrijk is dat maar we ben je wel optimistisch dat we om kunnen? Dat we het redden? Nou, ik was best wel. Ik ben echt een optimist. Maar ik schrok ook wel als ik die lezing op Green Challenge van die mevrouw krijg. Ja. Van Bernice Notenboom. Ja, dan word je wel stil. En er is geen ijs meer licht. En nieuws deze week natuurlijk. Van de nieuws. Maar ik was ook wel weer blij gisteren dat Urgenda weer zoiets wint. Ja. Maar het houdt me wel bezig. Ja. En meer dan. En soms voel je je zo klein. En dan ik probeer er maar mijn eigen steentje bij te dragen. Als iedereen maar iets doet. Ja. Zullen we nog eens even kijken naar je leven nu? Want eigenlijk even de brave Duncan. Kan dat niet? Nee? Oké, de techniek laat nu weten dat ik je filmpje van je gelukkige gezin niet meer kan. Dat is leuk, vind je dat heel jammer? Ja. Mag je echt wat gaan zien? Ja. Waarom moeten we er zo apart uit? Het hoeft zelfs bij live tv niet. Ze zijn heel streng. Duncan, wat heb je voor advies voor de mensen hier in de zaal? Hoe worden zij een vrij man zoals jij? Of ben je dat eigenlijk helemaal niet? Nou ja, ik hoop gewoon echt dat mensen, dat je gewoon gelukkig blijft. En dat klinkt als een cliché, maar werk aan jezelf. En op het moment dat je het moeilijk hebt, maak een wandeling door het bos. En denk even goed na voor de dingen die je doet. En maak er iets moois van. Jongens, doe je best. Dankjewel, Duncan Stutterham. Dankjewel. Dag.